Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Het is niet heel goed te zien op de satellietfoto, maar de bewolking overheerst toch echt overal. Verder is het wel op de meeste plaatsen droog, heel misschien dat uit het wolkendek een enkel spatje motregen kan vallen, maar de hoeveelheden zijn erg klein. Vanochtend kan het nog lokaal ook nevelig zijn, vanmiddag is het zicht wat beter. Verder breekt dan vooral in het noorden misschien even de zon door, maar wolkenvelden houden wel de overhand. Het wordt 7 of 8 graden en er waait een matige aan zee soms rekachtige noordelijke wind, windkracht 3 tot 5. Vanavond neemt de wind iets af en dan daalt de temperatuur tot een graad of 5. Morgen hebben we ook veel bewolking, dan is de kans op motregen of een spatregen iets groter dan vandaag, maar het droge weer overheerst nog steeds. Opnieuw wordt het 7 of 8 graden en er waait een veel matige wind uit het noorden tot noordwesten. Op maandag is de kans op regen wat groter nog. Dan ook steeds nog veel bewolking, misschien later op de dag een streepje zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Dinsdag en woensdag is de kans op zon wat groter en neemt de neerslagkans weer af. De middagtemperatuur blijft rond de 8 graden uitkomen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.